La Trappe Isidore is een bijzonder bier, vernoemd naar een bijzondere man. Broeder Isidorus Laper. Broeder Isidorus was de eerste brouwmeester van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Hij begon in 1884 aan de productie van Trappist en legde daarmee de grondslag voor het bier dat wij nu nog steeds brouwen. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum werd Isidore succesvol geïntroduceerd. Een ongefilterd licht amberbier met karamelnoot, vol en zacht bitter van smaak. Trappistenbier is wat anders dan abdijbier. Bierbrouwerij De Koningshoeve is één van de weinige brouwerijen ter wereld die het logo Authentic Trappist Product mogen voeren. Naast het brouwen zetten wij ons in voor een zeer arme streek in Oeganda. In deze streek is een trappistenklooster opgericht. De expertise van de broeders van dit klooster ligt vooral in de landbouw en de veeteelt. Hiermee willen zij de plaatselijke bevolking helpen. La Trappe Isidore is dus niet zomaar een bier. La Trappe Isidore is trappistenbier. Bier met een hart. En dat proef je. De toewijding, de stilte, de bezinning die binnen de kloostermuren heerst. Het zit allemaal in ons bier. La Trappe, proef de stilte.